Johan Frank, het is even geleden dat we elkaar spraken. En nu treffen we elkaar weer een keer. Nu zijn we notabene in de abdij, abdijcomplex. Welke zaal is dit? Dit wordt de achterhal genoemd. De voorhal. Alleen, het is eigenlijk de oude vergaderzaal van de Staten van Zeeland. En die komen terug in de brief die we nu vandaag behandelen. Want de brief van Johannes Dolieslager, geschreven op 14 december 1671, was gericht aan Justus de Huybert, de secretaris van de Staten van Zeeland. Dus die man die werkte daadwerkelijk hier in deze ruimte. Ja. En ook de gedeputeerde op dat moment natuurlijk. De statenleden van de Staten van Zeeland, waaraan ook zijn brieven gericht waren, die werkten hier ook. Oh ja, dan zitten we op de goede plek. Maar die brief, waar ging die over? Wat schreef de man? Dat was, we hebben Johannes al in de vorige aflevering voorbij zien komen met een sollicitatiebrief. Dit was weer zo'n brief. Alleen dan nu aan nog hogere functionarissen gericht. Die brief die ging erom om de functie van secretaris van het Capitana Suriname te krijgen. Dus dat was gewoon de kolonie in Suriname, de secretaris daar. Dat was Johan Bolle, die was op 21 november van dat jaar overleden. En toen is, dat was een functie die kon je 8000 gulden per jaar opleveren. Een gigantisch bedrag voor die tijd. Ja. Dat ging natuurlijk om inkomsten van linker en rechterzijde. Niet de daadwerkelijke salaris, maar heel interessant om dat te gaan doen. Deze Johannes Dolieslager die was eigenlijk pottenbakker. Maar hij besloot toch te solliciteren, want hij had kennis van de Franse en de Duitse taal, zoals hij schreef. En inderdaad, zijn handschrift was echt goed. En hij schreef gewoon goed Nederlands eigenlijk. Opgeleide pottenbakker was ja, het. Ja, eigenlijk bijna net zo goed als zijn voorganger Johan Bolle, althans. Hij wilde hem opvolgen dan. En hij stuurt dan echt tientallen sollicitatiebrieven. Overal naartoe in Zeeland. Echt iedereen die hij kent. En dus ook hoge plaatsen zoals Justus de Huybert die hier secretaris was. En hij schrijft daar ook nog een kopiebrief bij. Die voor de broer van Justus de Huybert is bestemd. Pieter de Huybert. Die was op dat moment pensionaris. Dus eigenlijk de juridische consulent van de Staten. Hij hengelt dus naar die functie. Waarom doet hij dat nu hier? Op dat moment waren de Staten van Zeeland eigenaar van de kolonie Suriname. Die zou pas later in andere handen overgaan. En na de verovering in de Tweede Engelse Oorlog, 5 jaar voor 1672... was Suriname na Engelsen in Zeeuwse handen gevallen. En het zou nog tot in de jaren 80 duren voordat de kolonie uiteindelijk overging in Amsterdamse handen. En Cornelis Aarsen van Sommelsdijk er ook een aandeel in nam. Dat onder druk van de Staten-Generaal. Maar we zien dus dat Johannes Dolieslager die probeert op deze manier iedereen voor hem in te palmen om alsnog die positie te verkrijgen. Dat zou uiteindelijk niet gaan lukken. We weten niet precies wie hem is opgevolgd, maar het is wel heel aannemelijk dat de Staten van Zeeland iemand uit hun eigen gelederen hebben gekozen, iemand die ze uit hun eigen kringen kenden. Zoals dat nog steeds gaat. Zo gaat dat op zich nog steeds overal in de wereld. Maar het is zeer onaannemelijk dat op dat moment de Staten beslist zouden hebben om een pottenbakker te promoveren tot secretaris. En dat zal waarschijnlijk gewoon iemand geworden zijn die daar al op de secretarie zat. Of in ieder geval een functie binnen het bestuur had. Nu is het wel zo dat we ons kunnen voorstellen dat Dolieslager deze brief inderdaad schreef. Want we hebben het nu over de kolonie, maar eigenlijk stelde dat op dat moment nog heel weinig voor. Er waren slechts enkele honderden inwoners uit de westerse wereld in Suriname op dat moment. De hele kolonie was nog volkomen aan het begin van de ontwikkeling. En dat gold ook voor het aantal slaven wat er op de plantages was. Ook dat waren er op dat moment
nog slechts enkele honderden. Dus als er iemand wegviel, en ja, mensen, zeker uit West-Europese landen, die stierven heel snel in de tropen. Ja, dan moest dat gat opgevuld worden. Ja, en zo heel veel mogelijkheden waren er niet om benoemers, opvolgers te benoemen. Dus vandaar dat deze dodenslager deze kans aangreep. Ja, nou oké. Helemaal helder. Dankjewel voor je verhaal.